reistreinen weer kunnen gaan rijden tussen Voorburg en Emmen. Als excuses voor het ongemak. De trein die over enkele ogenblikken zal binnenrijden op spoor 1 zal gaan rijden als stoptrein naar Zwolle. Herhaling, de trein die over enkele ogenblikken zal binnenrijden op spoor 1 zal gaan rijden als stoptrein naar Zwolle. Herhaling, de eerstvolgende trein naar Emmen is de sneltrein naar Emmen van 17:36. Die zal gaan rijden als stoptrein naar Emmen. De brand op zich alleen maar beperkt van een klein gedeelte binnen de trein hebben wij verder geen actie over ondernemen. Toch opgeslapen met club 3. Extreem hoog. Nou, extreem hoog. Dat is de situatie in zich eerst aanzien als zijn daar welke brand in de trein. Dan krijgen wij standaard bij ons door een scenario. Met een treinincidentmanagement. Ja, daar wordt de beginsel fors uitgepakt. De ambulance die er nog aanwezig heeft ook niet goed opgereden. De passagiers in de trein die waren gelukkig rustig, waren verder geen bijzonderheden. Dus ook de ambulance die heeft geen werkzaamheden ondertekend. Verder alles goed verlopen, geen slachtoffers. Nee, gelukkig niet, verder geen slachtoffers. Nu vindt er overleg plaats tussen de NS en ProRail. Kijken wat er met de trein gaat gebeuren, wat het toch technisch mankement is. En als alles een beetje mee zit, dan rijdt binnen een enkele ogenblik en rijdt de trein weer.